Dat was Tiel in 1942. Terug naar onze tijd. In Lent woont Jits. Jits is 9 jaar en hij houdt helemaal niet van lezen. Maar hij is gefascineerd door één boek. En dat is het dagboek van zijn overgrootoma. En vandaag gaat hij op zoek naar plekken waarover hij gelezen heeft in dat dagboek van zijn overgrootoma. Ja, ik vind dit moppenboekje vind ik het grappigst en het leukst eruit zien. Omdat hij iemand over een bananenschil gaat struikelen. Maar het mooiste boekje vind ik toch het boekje van mijn oma. En daar ga ik nu een stuk uit voorlezen. Plotseling horen we geroep en gejuich bovenaan de berg- en dalseweg. En zien uit een raam de Nederlandse drie kleuren wapperen. Ik heb echt zin om naar mijn oma's huis te gaan. Ik kom het huis van mijn oma bekijken. Dat is leuk. Heeft je oma hier gewoond? Ja, apart. Omdat je weet dat daar vroeger oorlog is geweest. Dat het raam waar je vanuit het college kan zien? Ja, dat klopt. Kijk, dat is hier tegenover. Wij begrijpen dat ze komen en ik ren naar binnen. Kinderen, kom gauw, daar zijn de Amerikanen. Waar is daar ook nog geweest in de oorlog, weet je dat? Ja, in de schuilkelders. Ja? Zijn ze daar geweest? Daar beneden? Ja, mijn overgrootoma's boek. Daar krijg ik echt een beeld bij. Nou, dat je eigenlijk soort van een beeld krijgt wat er dan toen was gebeurd. Daar kwam een Duitser uit met een heel groot portret van Adolf Hitler. Ja, ik vind het wel een bijzonder stuk dat mijn overgrootoma schrijft dat er iemand met zijn been, dat hij eruit lag uit de auto, behalve met zijn benen. En hij was bijna dood en toen kwam er een parachutist en die schoot hem dood. Granadeschot. Heel onverwachts. En dan zie je hem eigenlijk doodgaan. De benen nog erin, hij beweegt nog en trekt met de armen. Maar een van de parachutisten komt en geeft hem een granadeschot. Akelig, hè? Staat erin. Duitse. Hier komt dus de man van het Cornish College om te kijken of deze schuilkelder goed was. Maar hij zei dat het niet zo was. Dus daarom moesten hun naar het Cornish College. Wil je ook nog aan de overkant gaan kijken, in de andere schuilkelder? Ja. Ja, want daar hebben ze dus ook gezeten. Heeft ze daar ook over geschreven? Ja, dat ze daar dus heen moesten. Het is een grote kelder met vuile, grauw-zwarte muren en vol spinnenwebben. Het lijkt mij heel vreemd dat je dan niet weet wat er bij je huis gebeurt. Naast je huis, in je huis. Granaten, bommen, een beetje een rond plafond. Ja. Hier. Dat is waarschijnlijk een van de eindstukken. Het is misschien hieronder, want dit plafond is later erin gemaakt. Er kan niemand meer bij. Nog steeds is er geen licht of water. We zijn allemaal vuil. Bepke rechtop in haar bedje staat en met haar handjes over die smerige muren veegt. En was dat ook een beetje zoals je dat had voorgesteld in je fantasie? Hoe zou jij het vinden om hier te zitten? Heel raar, omdat in deze tijd, als het in deze tijd gebeurt, zou het wel raarder zijn, omdat vroeger was het heel anders. Ja, dat is wel raar, hè? Kun je bijna niet voorstellen. Tot de volgende keer. En succes. Het is niet per se eng. Het is meer spannend wat er gaat gebeuren.